Play-TV, je wekelijkse portie entertainment. Ga ze maar! Deze week hebben we voor jou de review van Test Drive Unlimited, de nieuwe race game voor de Xbox 360. Dan een van de grootste manga en anime events van Nederland, AnimeCon. Pascal en Michiel waren daar aanwezig. En we sluiten af met de avonturenfilm van Disney, 8 Below. Maar zover is het nog lang niet, het is nu eerst tijd om te gaan racen. Jij kan echt niet rijden. Hoezo? Ik kan beter rijden dan jij. Ja, dat dacht ik ook. Jij, ik, nu karten. Karten? Dat doe ik ook wel mee. Test Drive Unlimited drop je met een zak geld onder de arm op Hawaii. Om vervolgens al racend een woning- en wagenimperium op te bouwen. Oké, je begint het spel dus inderdaad. Je kiest een karakter. Dat karakter krijgt een huis en een klein appartementje met een klein garage waar je één auto kwijt kan. Je krijgt een simpel bedragje van 20.000 euro en daar kun je bepaalde dingen voor kopen. Nou, naarmate je de game vordert moet je geld verdienen om juist die coole auto te kopen. Die luxe villa wil je natuurlijk in je bezit hebben om een beetje te pochen naar andere gamers van kijk wat ik allemaal in mijn bezit heb. En daar gaat deze hele game een beetje over. Hè? Een beetje tunen, een beetje lifestyle, kleren kopen, dikke villa met een zwembad, noem maar op. Daar gaat deze game over. Ja, het is meer dan alleen racen. Standaard race game is, ja, racen, hoe simpel is het? Meer bij die lifestyle. Lifestyle wordt vaak genoemd, het is zo belangrijk. Met die kleding, met dat huis, het biedt veel meer dan alleen dat racen. En dat moet je weten te waarderen. En de setting is inderdaad Hawaii, een eiland. En ze hebben dat helemaal accuraat nagebouwd. Ze zeggen dat er 1 miljoen bomen te zien zijn in het spel. En die 1 miljoen bomen die staan ook echt op dezelfde plek in Hawaii. Je kunt het een beetje voorstellen als de Google Earth site. Dus als je het uitzoomt, de satellietfoto, het moet echt helemaal kloppen. Nou vind ik 1 miljoen bomen, het klinkt wel aardig, maar
word er niet echt blij van. Ik vind het veel leuker dat er 125 voertuigen in die game zitten. Auto's, motoren, allebei. En dat vind ik veel boeiender. Ja, het is cool, want je kunt inderdaad niet alleen auto's, maar je hebt ook motoren. En je kunt ook racen, bijvoorbeeld auto tegen motor, of motor tegen motor, of auto tegen auto. Dat is een beetje divers. Maar laten we het eens hebben over het racen zelf. Wat vind je van het racen? Ja, dan heb je net het punt. Dat ziet er allemaal fantastisch mooi uit. Het werkt allemaal, die lifestyle gebeuren, dat is allemaal goed uitgewerkt. Alleen het racen, ja, ik heb een beetje het gevoel van net niet. De auto voelt toch niet helemaal zo aan zoals ik en andere games heb gezien. Maar ook als je kijkt naar de schaalmodellen van de auto, ze kunnen niet kapot. Omdat ze weer met die licentie zitten. Lamborghini wil niet graag dat haar auto helemaal in de park gereden wordt. Dus ja, het komt niet echt geloofwaardig over. Je rijdt keihard tegen de boom aan met 200 kilometer en je auto is nog net zo mooi en die rijdt gewoon weer verder. En nou, je hebt dus dat gebeuren met 100.000 mensen tegelijkertijd op dat eiland. Maar kun je ook met 100.000 mensen tegelijk racen? Nee, ze rijden er wel, maar je kan een race houden met maximaal 8 man. Maar het is dan wel weer heel stoer dat je bij die race zelf kan bepalen wat je eigenlijk gaat doen. Het is niet, ga van A naar B en degene die wint die heeft gewonnen. Nee, je zegt zelf, ik wil van A naar B, via C, langs D. En dat moet binnen 20 minuten. En degene die wint, die krijgt een auto bijvoorbeeld. Dat kun je allemaal zelf instellen. En als je dus online gaat, of met de Xbox, of met de PC, je kan gewoon tegen elkaar racen. Kijk, je hebt natuurlijk updates die je kan downloaden elke maand. Want ja, zo'n spel gaat maar door, zoals de makers zeggen. Als de spelers iets willen, nou dan laat ze het maar gewoon horen. En dan maken we dat. Dus dat belooft veel goeds. Het belangrijkste is natuurlijk dat je je eigen auto kan verkopen op Xbox Live. Of je koopt auto's van anderen, maar zo heb je dus een hele community. Heb je op Marktplaats tweedehands auto's, dan heb je straks op Xbox Live ook tweedehands auto's die je kan kopen. En dat is stoer. Ja, en het spel maakt dus inderdaad een spijkerauto, kun je downloaden straks. Nieuwe kleren kun je kopen voor je personage. Echte merken hoorde ik al op de wandelgangen. Dus ja, het belooft wat. Test Drive Unlimited is de eerste racegame in een nieuw genre. En hoewel deze game nog niet perfect is, biedt het genre zeker mogelijkheden voor de toekomst. Test Drive Unlimited is een vermakelijk racespelletje geworden met een heleboel online opties. Ik vind alleen jammer dat het racegedeelte een beetje ondergeschikt is aan het lifestyle gedeelte. Goedemorgen Pascal. Goedemorgen Michiel. Waarom heb je een microfoon bij je? Ja, zo sta ik altijd op, maar je weet ook nooit wat er gaat gebeuren op zo'n dag. Een 5-sterren hotel? Juist, een 5-sterren hotel. Kom op. Oké. Heb je honger? Ik was van de honger. Nou, laten we een beetje gaan halen. Ja, kom op. Hoor je ook die muziek? Veel lawaai voor een 5-sterren hotel. Oh, inderdaad, dan ben je klagen straks hoor. Ja, vraag maar wat er aan de hand is. Misschien goed dat je microfoon bij je. Nee, daar is hij. Kom op. Nul. Honger! Een beetje! Brood, here I come. Brood? Brood. Oh, zijn er. Wow, wat een drukte hier. Wat is dit? Wat is hier aan de hand, Michiel? Ik zie allemaal mensen, maar... Nee. Ga eens vragen wat er aan de hand is. Oh, even op. Oh, die ene daar. What room are we now, this place? We're at the dealer's room at Anime Con in Holland, and this is 2006, so welcome. Mevrouw, mag ik wat vragen? Oh. Dat is een verrassing. Ja, dat kan. Zo, dan kan ik wat vragen. Ja. Kan je uitleggen wat dit precies is? Ja. Dit hele gebeuren. Aan het leren, ja. Het is gewoon een bijeenkomst eigenlijk voor mensen die van manga en anime houden. Waar je van alles kunt doen. En kom je hier vaker of? Ik ben vorig jaar ook geweest, dus mijn tweede keer dus. Mag ik echt niks vragen? Helemaal niet? Kijk Michiel, heb je volgens mij de videoroom of de game room? Nee, kun je spelletjes spelen. Oké. Okay. Kijken. Oh, warm hier. Warm. Heel warm.
Hoi, zou ik jou misschien wat mogen vragen? Ja, tuurlijk. Kun jij mij vertellen wat je in deze ruimte zoal allemaal kunt doen? Wat je allemaal kan doen? Ja. Nou, je kan dus hier eens gewoon een beetje chillen, rondkijken, spelletjes spelen. Die zeg maar allemaal uit Japan komen. Dus mensen komen ook helemaal hier naartoe alleen om in deze room de hele dag te zitten. Nou, hoe vond je het, Michiel? Dat was een aparte ervaring. Ah, ik vind het wel leuk. Ik hou wel een beetje van die Japanse anime en manga gebeuren. Ja, het is gewoon leuk om mee te maken. Ik bedoel, al die verklede mensen. Het is gewoon leuk. Ja, ze hebben er wel veel tijd en energie in gestoken. Ja, dat is waar, inderdaad. Disney is terug met een nieuwe avonturenfilm met wederom dieren in de hoofdrol. Disney staat normaal zijn mannetje in dit genre. Maar geldt dit ook voor de film Ebilo? Jerry Shepard is een expeditieleider op de Zuidpool. Hier brengt hij mensen van het ene punt naar het andere punt. Meestal maakt hij gebruik van een groep sledehonden om dit te doen. Maar deze sledehonden ziet hij niet alleen als transportmiddel. Nee, sterker nog, hij ziet ze als zijn allerbeste vrienden. Het weer slaat om en er komt een sneeuwstorm. Nu is de expeditiegroep genoodzaakt om de Zuidpool te verlaten. Helaas is er maar beperkte ruimte in het vliegtuig, waardoor ze genoodzaakt zijn de honden achter te laten. Jerry raakt gescheiden van zijn allerbeste vrienden. En door het strenge winterweer kan hij niet terugkomen om zijn honden op te halen. Op zichzelf was het best wel een interessant verhaal, een interessant gegeven. Maar ik vond de film te lang duren. Hij duurt 120 minuten en dat is behoorlijk lang voor zo'n film. En voornamelijk omdat het gewoon heel langdradig af en toe was. Maar wat vond je dan echt langdradig aan de film? Ja, het was eigenlijk voornamelijk veel van hetzelfde. Dan zag je die honden dat ze moeten zien te overleven. Dan zie je Jerry weer die op zoek is naar een manier om bij zijn honden te komen. En op een bepaald moment had ik wel, ja, ik snap het nou wel. Hij moet bij zijn honden en die honden moeten overleven. En het bleef maar doorgaan, bleef maar doorgaan. Het gaat in deze film voornamelijk over de vriendschap tussen de hond en de mens. Nou geloof ik het van de hondenkant wel. Je zag echt wat de honden voor de mens over had en hoe ze er helemaal voor gingen. En dan van de menselijke kant, ja, dan mis ik toch een heleboel. Had jij dat ook? Ja, dat is puur het acteerwerk en ook hoe het verhaal wordt verteld. Ja, het is gewoon niet bijzonder goed. En ik had van een Disney film, ik had het toch verwacht, die weten nou wel hoe het moet, weet je. Die vriendschap neerzetten en echt dat familiegevoel, dat sterke gevoel. En ik miste dat gewoon totaal bij deze film. Ik was best wel teleurgesteld toen ik deze film had gezien. Toen had ik echt wat, eigenlijk aan de ene kant wat zonde van die 120 minuten dat ik heb zitten kijken. In het begin, als ze weggaan met het vliegtuig, zeg maar, binden ze honden heel goed vast aan de kettingen. Kunnen ze onmogelijk van ontsnappen. Nou, oké, na 5-6 dagen denken die honden, nou, ze komen niet meer terug. En dan gaat één gaan sjorren. Nou, die kettingen breken wel heel erg makkelijk. Nou, dat kan misschien door de vrieskou komen. Maar dan ook heel enthousiast hebben ze 5 à 6 dagen niet gegeten. Hè? Ik weet niet wat voor vetreserves ze deze honden in hun lichaam hebben. Maar als ik 5-6 dagen niks heb gegeten, dan ga ik echt niet... En ontsnappen, weet je wel. Maar weet je wat het is? Het zou wel een hele rare film worden als je die honden alleen maar aan die kettingen ziet. En je ziet ze gewoon steeds verhongeren, meer verhongeren, meer verhongeren. Dat ze uiteindelijk aan die kettingen allemaal dood liggen. Maar vinden je kinderen en deze film 120 minuten lang leuk, denk je? Ik denk het niet. Ik denk dat de film te langdradig is. Dat is het eerste punt. Het tweede punt is, er komt toch best wel wat grof materiaal naar voren. In zoverre wat je net al zei, vogeltjes worden opgegeten. Krijg je allemaal te zien. En er zit toch best wel een schrikmoment in. Je ziet op een gegeven moment een zeeluipaard, een halve dinosaurus, die een hond aanvalt. Nou, zeg maar zo, dat was erg eng. Nou, erg eng. Het was een, ja, ik vond het echt lachwekkend. Ik zag dat beest, dacht, wat is dit af mijn ding? Echt Jurassic Park, zo'n beest komt en ik uit het ijs. Goh, een nieuwe species hebben ze ontdekt. Zo dat. Dat is echt belachelijk, vond ik het, hoor. Van Disney ben ik kwaliteit gewend, maar dat is bij deze film niet het geval. De film is ongeloofwaardig en te langdradig. Ebilo is een leuke en bij vlagen ontroerende avonturenfilm. Helaas had ik liever meer honden gezien en minder mensen. Dit was het dan alweer, de derde aflevering van Play TV. Kunnen we niet genoeg van ons krijgen? Check dan ook even onze website op www.play-tv.nl. Hier kun je namelijk al onze afleveringen en leuke specials bekijken. Dan sluiten we nu nog af met Beelden van Complex. Dat is een nieuwe Nederlandse speelfilm waar wij een kijkje achter de schermen namen. Zie je volgende week. Can be